Ook in de toernooienzaal zit de dag erop. Van de 14 pro's zullen er 2 terug mogen komen op dag 2. En dat zijn Noah en de nog altijd zeer populaire Marcel. Ik heb wel heel relaxed gespeeld vandaag. It was a pleasure sitting with you on the table. And you are smart guy. Very smart guy. No, no, you're good. You're good. I like it. If you're here, Sam, I bring you one of these. I carry spare, you know. I don't know if it looked the same on you, but I bring you one. Wat heeft u me gezegd? Ja, meneer tegen me zeggen. Wat heeft u? Dus hij gaat eindelijk gaat hij dat toch nog manieren krijgen. Hoeveel? 55. En? Wat? Ik heb 55, 200. 600. Zou je wel weer ziek van zijn natuurlijk. Iemand die er echt ziek van is, zit al een tijdje op zijn hotelkamer. Samen met een vriend speelt Joep een potje heads up om de nare smaak van de uitschakeling weg te spoelen. Want het zit niet mee de laatste tijd. De laatste tijd verlies toch elk toernooi dat ik speel. Dus ja, ik ben het wel gewend. Ik wist, begin van de dag weet je gewoon dat het niks wordt. En dan is de beste setup of in showdown, ja, dat weet je gewoon dat het misgaat. Dus ja. I don't know. Ik kijk er niet meer van op of zo. Ja, gewoon toernooi gaan, gewoon fucking slecht. Ja, het gaat op één grote hoop. En nou, hopen dat ik het van het jaar wat overhouden, dan dat we boterham kunnen kopen. Door de slechte live resultaten heeft Joep besloten dat zijn pokertoekomst op een ander vlak ligt. Ik wist een beetje poker een beetje een doel waar ik naartoe zou werken, waar ik naartoe werk. Ik ben nu bezig met veel te spelen. Dat is mijn grootste doel op poker. Dat wil ik een bepaalde status halen, supernova elite. Dat is, er zijn denk ik 200 of 300 mensen in de wereld die dat hebben. En als ik dat word, dan word ik ook de enige team PokerStars Pro die dat heeft. Dat is eigenlijk het enige doel wat ik qua poker heb, zeg maar, dit jaar. En ik wil gewoon, ja, natuurlijk toernooien winnen, maar ja, dat wil iedereen. Dus dat is niet echt een persoonlijk doel. Hup, hup. Hoor je dat hoort slechts aan het win? Ik win gewoon daar weer van. Het is gewoon echt easy game. En ik zal meteen even de stakes gaan hezen. Gewoon duizenden dollar subsidies spelen. Oh, gaat hij zo doen? Hij betaalt zijn sidebets toch niet, dus. Ja, maar dat is ook oneerlijke informatie, dus nog nergens op. Oh. Wil je meer weten over dit programma? Kijk dan op morethanjustagame.nl. Wij zijn zo weer terug. Tot zo! Welkom terug bij More Than Just a Game. We zijn nog steeds op de prachtige Bahama's waar alles heel relaxed gaat. Je moet je tenslotte aanpassen aan het ritme van de omgeving. Voor Pieter geldt het in wezen ook, bij zijn voorbereiding op dag 1B van de PCA. Nou ja, vandaag zal wel lastig worden, want er zijn heel veel pro's die op 1B spelen. Dus... Maar goed, wie weet heb ik een hele mooie tafel. Nou, ik... Even kijken, wat voor bril gaan we opdoen? Mijn kaartje is onbelangrijk, hè? Tafel 30, seat 1. Ja. Flex speelt. Fatima speelt. En Jerry speelt nog vandaag. Ik ga die kant op. Nee? Ja, nou, toe, mag ik dacht mee. Ik. Ja? Oké. Okay. Geen jasje mee? Nee. Oké. Okay. Nou, dit is toch wat haaien voor je deur. Dat is het relaxte als je dit in je tuin hebt. Ik ben één keer in Bahama's. Ja. De laatste keer was het Praag. En dan in Bahama's. Dat is een mooie, spannend, hoor. Dit mooie leven. En ik heb vaak de mogelijkheid dus om iemand mee te nemen. Deze keer is mijn moeder. Ja. Laatste keer ging ik in eentje. De andere keer ga ik met vrienden. Noem maar op. Van altijd wel een leuk uitje. Dat hij zich Team Pro mag noemen, is voor Pieter nog steeds een vreemde, maar leuke gewaarwording. Dat is wel apart. Vorig jaar dat was mijn eerste toernooi en dan zie je echt de opkomst van de echte pro's. En nou ja, nu in één keer sta ik ertussen. Dus vind ik toch wel heel bizar dat dat allemaal kan. En ja, dat is toch wel mooi. Ik heb toch altijd zo van, als ik iets ruik en ik zie iets, dan wil ik het vaak ook hebben. Ah,
Peter, I'm just your head's just being slightly obscured by a Vanessa Russo hat. Big smiles from everybody. Okay, everyone looking this way, smiling, having fun. Good. Good luck to you all today. Thank you. En dan is het op naar de speelzaal. Daar wemelt het van de bekende pokerspelers en celebrities, constateert ook Pieters moeder. Wat een grote zaal. Ik was hier van de week even gaan kijken. Toen was het helemaal leeg. En nou, daar zit dan zo'n sfeertje in van, shuffle up and deal heet het dan, hè? Ja, mooi. En inderdaad, allemaal mensen die ik alleen maar van naam ken, maar dan nu live zie. En dat vind ik wel leuk. Naast Pieter zien we vandaag ook Fatima aan de pokertafel. En Pieters vismaatje Thierry is er ook. Hij kijkt met een glimlach terug op die dag. En ook Lex zit aan tafel, maar hij moet al snel zijn eerste hand wegleggen. En even daarna verliest Pieter een grote pot met een full house tegen Four of a Kind. En Lex krijgt een harde beat als zijn koningen verliezen van Aas Koning. Dan is het leven opeens wat minder goed. Let's you hide all the sadness you feel. Niet veel later liggen zijn overige big blinds in het midden en wederom weet Lex deze hand niet te winnen. En dit betekent meteen het einde van zijn toernooi. Zo snel kan het dus gaan. Vandaag dus de koning tegen Aas Koning. Een beetje zuur was. 20 handen gespeeld of iets dergelijks. Toen verloor ik die pot en het was wel klaar. Toen kreeg ik het er goed in, dus dan, ja. Dat is prima, zonde maar. Ja. En het spelen online gaat een stuk beter nu. Zo zijn er dus nog maar 3 teamleden over. Fatima, Thierry en Pieter. Maar waar gaat zijn moeder nou naartoe? Ai, volgens mij ligt hij er toch uit. Nou, al volgend jaar niet weer Bahama's. Dan ga ik gewoon lekker naar Australië toe. Nou, jammer. Jammer, misschien wat nog een side eventje wel spelen. Ja, ik kon er niks aan doen, man. Ik heb gewoon de beste hand en Azen tegen Koningen en hij maakt flush. Jammer. Heb je idee wat je nu gaat spelen? Ik ga sowieso een toernooi spelen. Maar ik ga denk ik ook even proberen wat zon te pakken, ja. Ja, vakantie. Dus op Ruk blijft steeds. Ja, precies. Precies. Even een mooi kleurtje krijgen. Bye bye. Mijn neefje. Vincent. Nou ja, balen. Jammer. Nou ja, ik denk dat mijn moeder versopen is. Het was droevig hier. Weer op. Nou ja, het weer is ook gewoon rot. Ja, morgen wordt het ietsje beter, hoop ik. Dan maar eens een beetje een kleurtje krijgen. Nou, jeetje! Hoi! Ja, dit hadden we niet afgesproken. Ik vind het helemaal nep. Ga ik naar die tafel, jij was er niet meer. En toen had ik zoiets van, nou shit. En daar werd ik meteen natuurlijk ook opgevangen van... Hij is eruit. Ja, goh. Wow. Gaan sushi eten. jongen. Maar dat, nee, goed. Ik ben er gewoon boos over. Nou ja, ik kan niks aan doen. Nee, want ik hoorde dat je pech had gehad. Azen, ik had Azen en de kind had Koningen. En hij kreeg 4 klavers op het bord. En hij had een klaverkoning. Dus ik was kapot. Hij maakte flush. Oké, ja. Ja. Shit happens, hè? Dit was niet volgens het scenario. Nee. Nee. Ja, we gaan even lekker eten. Ja, lijkt me ook een goed plan. Nee, ik moet er niet te lang over nadenken, weet je. Het is maar poker. Het is maar poker, hè. 3 miljoen. Ach ja.